Ben je nog steeds met Sanne? Wat wil je bereiken in 2021? Mogen meerdere dingen zijn. De eerste vraag is, heb jij nog steeds contact met mensen van net of anders? Hoe lang denk je nog aan door te gaan met YouTube? Heb jij wel eens hars gerookt? Super tof dat je kijkt naar gewoon een nieuwe video. Mijn naam is Sanne Pat, zoals iedereen weet. Wat ik nu eigenlijk op ga nemen is een Q&A. Want eigenlijk heb ik zondag, voor jullie is het nu woensdag, dat ik eigenlijk niet gevlogd heb. Voor mij zondag eigenlijk. Maar ik heb een keer Q&A opgenomen en dat ga ik nu vragen beantwoorden. De eerste vraag is, heb jij nog steeds contact met mensen van net of anders? Sommigen wel en sommigen ook weer niet. Ik zeg gewoon eerlijk, dan weten jullie dat ook. Ben je nog steeds met Sanne? Als de vraag is meer van, heb je nog een relatie met Sanne? Ja, dat heb ik. En ben nog steeds gelukkig met haar en blij met haar. Wat wil je bereiken in 2021? Mogen meerdere dingen zijn, PS, goede YouTuber ben je. Wat ik wil bereiken met YouTube, wat eigenlijk mijn bedoeling is, beperking groot maken, hoe de mensen met beperking leven eigenlijk. Wat houdt het in, beperking? En ik kan de hele tijd over mijn beperking praten, maar het is bij iedereen gewoon verschillend. En misschien is het een keer leuk om heel veel andere YouTubers met beperkingen, die juist YouTubers zijn en ook beperkingen hebben, juist mee contact te maken. Want dat vind ik best wel belangrijk, hoe wat beperking inhoudt. Want dat vind ik juist het belangrijkste. En dat is eigenlijk mijn doel. Beperking eigenlijk groot maken. Maakt niet uit of ik dat kan doen of ander. Gaat om mijn idee. Hoe lang denk je nog aan door te gaan met YouTube? Dat durf ik helemaal niet te zeggen. Ik heb nog steeds wel emotie ervoor op de... Hoe noem je het? Dat ik door kan blijven gaan met YouTube. Dus ik zie wel wanneer ik doorga. Heb jij wel eens hars gerookt? Nee, maar ik kan wel eerlijk zeggen, ik heb wel eens wiet gerookt. En dat vind ik gewoon belangrijk. En belangrijk is de eerste. En ik ging ook wel eerlijk zeggen, en dat was voor de YouTube tijd heb ik dat gedaan namelijk. Dat weten jullie dat ook van, maar het was 20 tot en met 25 jaar toen ben ik dat gaan doen. Als ik goed heb. Nee, tot mijn 21 volgens mij. Want ik ben nu al 5 jaar mee gestopt. Hoeveel heb je al verdiend met YouTube? Ik ga gewoon eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk helemaal niks met YouTube verdiend. Helemaal niks. En dat vind ik ook niet belangrijk. Want ik vind het veel belangrijker dan mensen weten wat beperking inhoudt. Dat vind ik veel belangrijker dan dat ik geld mee verdien. Wanneer weer een meeting met fans? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik nog niet. En wie weet al ooit. Wanneer ga je met mijn broer William Meerbeek een video maken over coronavirus? Nou, ik vind dat... je moet de dag niet vragen. Maar je moet van mij uitkomen of ik er interesse in heb. Of ik geen interesse heb. Dus dat is hiermee de bewezen vraag. Of ik er zin in heb. En ik bepaal zelf wel met wie ik video wil opnemen of niet. Dus wil ik ook bij zeggen. En hierbij de vraag van Q&A. Misschien ooit een keer dit jaar eindelijk ook weer vragen gaan maken met net even anders. Maar dan moet ik nog even kijken. Maar ik moet ook even afwachten hoe met al een situatie zit. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Al is deze video kort. Het is nou even opnemen omdat ik zondag van eigenlijk zondag vlog niet op heb genomen. Dacht ik, dan maak ik even snel een video voor jullie als dat er nog een video is. Dus wat ik eigenlijk ook wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie deze video leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het tof zijn als je je abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij, laters! Nou, ik hoop dat hij nou blijft hangen. Eigenlijk. Maar net zit hij al 2 keer aan toe. Dus
tweede keer dat ik nou op heb gewoon namelijk.